Hallo mensen, mijn naam is Jan, ook wel Raski genoemd. En zoals je hoort heb ik een nieuwe microfoon. Hij is niet helemaal nieuw, want het is gewoon mijn Triton AX 720 microfoon die ik ook gewoon op de PlayStation gebruik. Alleen die andere microfoon die ik gebruikte was echt zo'n microfoontje van 3-4 euro of zo die je bij de blokken kan kopen. Dus dat geluid was echt gewoon niet goed. En ik dacht, ik probeer deze keer uit. Dus laat even in de reacties weten of dit geluid beter of slechter is. En dan weet ik dus ook of ik deze microfoon blijf gebruiken of dat ik gewoon weer terug moet gaan naar die andere. Of een andere microfoon kopen. Maar laat me dat even weten, dan kan ik daar rekening mee houden. En zoals je ziet heb ik vandaag een Homefront gameplay voor jullie. Ik heb al één Homefront gameplay op mijn kanaal staan. En mensen vonden dat volgens mij best wel leuk. En dat komt volgens mij omdat het niet echt een bekend spel is. Je ziet niet heel veel mensen Homefront plaatsen op YouTube. En het is toch echt een super leuk spel. Hier zijn mijn broer Revnok dat er daarheen liep. Dus ik killde hem mooi. Ik werd nog bijna gekillt ook. Alleen toen ging ik hier voor camp om me dat rode schermpje weer weg te krijgen. Want anders ben je gewoon in één kogel dood. Dus dat is ook dat ik naar mijn broer Revnok loop. En toen kwam er een jeep aan rennen. Toen knalde ik die jeep kapot met mijn RPG. Bijna nog mezelf erbij. Toen moesten we even lachen. Want die vent die probeerde ons aan te rijden. Alleen er stond een stom betonblok naast. Dat zie je volgens mij. Hier komt hij aanrijden. Ik pak mijn RPG. Schiet er één keer op. Dan rijdt hij tegen dat betonblok aan. Want hij probeerde Revnok aan te rijden. Toen schoot ik er nog een keer op. Toen was hij dood. Alleen dit is echt best wel een goed game. Je ziet dat we drie vlaggen hebben. Je moet gewoon die drie vlaggen capturen. Het is hetzelfde als Domination op Call of Duty. Alleen je moet, zeg maar, twee rondes moet je winnen van de drie. Je moet nu deze drie vlaggen moet je capturen. Als je die hebt gecaptured, dan zie je dat groene balkjes die daar omhoog gaan. Als die helemaal vol zit, heb je één ronde gewonnen. Dan trek je door naar de enemy hun kant. Dan verandert de map dus, zeg maar. Je moet helemaal doorlopen. En dan moet je daar nog een keer drie vlaggen capturen. En als je die ronde weer hebt gewonnen, dan heb je het Game Pass gewonnen. Je ziet ook dat de timer links boven in de map duurt 20 minuten. Dus zo'n game kan gewoon 20 minuten lang duren. Dat vind ik echt leuk. Je moet niet gewoon drie vlaggen pakken, winnen. Het game is afgelopen. Nee, je moet echt drie vlaggen pakken, dan een ronde winnen. Dan moet je blijven concentreren. En dan moet je nog een ronde winnen. Want als je die ronde weer verliest, dan kan je het game alsnog verliezen. Dus je moet je echt lang blijven concentreren om zo'n game te winnen. Je verliest ook best wel vaak als je een beetje tegen een goed team zit. Alleen hier speelden we echt tegen een super slecht team. Je ziet hem gewoon in hun spawn lopen. Je ziet Revnok zo daar ook nog een paar keer gewoon in hun spawn lopen. Revnok en ik hadden iets van 70 kills aan het einde van dit game. Dus dat is echt super veel in dit spel. Alleen het laatste deel heb ik niet in dit commentary staan. Want het duurt nog 15 minuten of zo duurt dit game. En daarna zit ik alleen maar in een helikopter. Want je ziet dat ik per kill unlock ik punten. Volgens mij 130. Ja, 130 punten per kill. En daarmee kan je killstreaks kopen. Dit systeem vind ik echt super bedacht. Ze hebben daar echt volgens mij wel over nagedacht. Want daardoor krijg je geen campers. In dit spel zitten echt gewoon misschien 1% van iedereen die speelt camp. En dat is echt super leuk. Daardoor wordt dit spel ook echt 20 keer zo leuk. In Modern Warfare 3 zie je nu dat echt mensen gaan campen om een killstreak te krijgen. Of dat ze gaan campen op een 15 killstreak omdat ze bijna een mo-op hebben. En dat zie je hier gewoon niet. Als je doodgaat maakt het helemaal niks uit. Want je, die punten die hou je gewoon als je doodgaat. En met die punten kan je natuurlijk killstreaks kopen. Je kan zo'n Humvee kopen die je me net kapot zag schieten met de RPG. Je kan een helikoptertje kopen. Je kan een Hydra kopen. Je kan een tank kopen. En al die dingen kosten weer punten. Zo'n helikopter kost bijvoorbeeld 2800 punten. Dat is echt de sterkste helikopter die je kan hebben. Alleen die Humvee bijvoorbeeld kost maar weer 500 punten. En daardoor verminder je die campers echt super. Want Modern Warfare 3 heb ik nu echt heel lang niet meer gespeeld. Ik ga het eerdaags wel weer een keertje spelen. Want ik heb er best wel zin in. Alleen je ziet daar gewoon zoveel campers zitten. In dit spel, er zitten gewoon geen campers in dit spel. En dat maakt het echt super leuk. Als in de, ik hoop dat Black Ops 2, want daar heb je dat nieuwe puntensysteem met die perks en alles. Als je dat echt goed gaat uitvoeren. En als je niet weet hoe dat puntensysteem werkt, moet je even aan mijn Black Ops 2 video kijken. Want daar leg ik alles uit. Maar ja, als we dat puntensysteem echt goed gaan uitwerken, dan wordt het volgens mij gewoon een goede Call of Duty. Alleen, ik wacht nu gewoon op een multiplayer trailer. Want er was een paar dagen terug, was er gewoon weer een trailer uitgekomen. Alleen, die was niet echt heel bijzonder. Je zag daar niet een gameplay in of zo. Je zag een beetje de verhaallijn. Alleen, ik zit gewoon te wachten op een multiplayer gameplay. En dan ga ik pas mijn echte oordeel geven over Black Ops 2. En ik hoop gewoon dat ze het goed gaan uitvoeren. Want als ze dat niet doen, dan ja, dan heb ik niet heel veel vertrouwen meer in de Call of Duty serie. Alleen de eerste ronde van het game zit er al bijna op. Dus geef deze video een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Laat even weten in de reacties hoe deze microfoon is. En dan zie ik jullie volgende keer weer.